Birgit Lewis, leuk om je te zien in Purmerend. Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen van 2013. Dankjewel. Wat een waanzinnig optreden net op de Koemarkt. Vond je het leuk? Het was een enorme energieboost. Ja. En volgens mij vonden alle inwoners van Purmerend, in ieder geval de mensen die op de Koemarkt waren, het waanzinnig om te zien. Dankjewel. Wat zijn je plannen voor 2013? Een nieuw jaar? Nieuw jaar? Ja, ik heb best wel veel plannen. Ja, nou ja, ik ga verder met mijn tour natuurlijk. Blooming. Waar we nu middenin zitten. En het album gaat komen. Ja, dat is zo'n beetje wel mijn grootste plan. Dat moet echt gaan gebeuren binnenkort. En er staan nog een paar andere leuke projecten. Waar ik ook nog eens zoveel over kan zeggen. Maar er gaat een hoop gebeuren. Ja, Bloemingen, een theatertour. Wat kunnen we verwachten? Zijn het veel koffers? Want die speelden vanavond veel koffers. Ja, dat klopt. Omdat... Kijk, Blooming, het is eigenlijk niet alleen een muzikale show. Dus alleen maar, er zit een verhaal achter. Het gaat over de bloei. Bloei in mijn leven. Ik ben een laatbloeier. Ik heb het gevoel dat ik nu echt enorm aan het bloeien ben. Net alsof ik alles heb ingehaald en dat het nu ineens allemaal gebeurt. En daar vertel ik over. En daar zing ik over. En heb ik liedjes uitgezocht. Die betrekking hebben op de dingen die ik heb meegemaakt, waardoor ik tot bloei ben gekomen. Ja, het afgelopen jaar ben je getrouwd. Ja. Ja, hoe ga je dat overtreffen in 2013? Om... Ja, dat zegt iedereen, maar hoe kan ik dat nou overtreffen? Ja, jeetje. Moet dat ook, dat kan je afvragen. Nee, je hoeft ook niet elke keer iets te overtreffen. Je kan ook tevreden zijn met hetgeen wat je al hebt. En dit jaar, de bedoeling is wel dat ik echt ga knallen dit jaar. Dat ik wel een soort van, dat hoop ik dan, dat wel een soort van echt... de grote doorbraak komt. Ja. Er is, laat ik het zo stellen, er gebeurt heel veel en ik doe heel veel. En het is natuurlijk een ontzettend leuk jaar geweest voor mij, ook muzikaal gezien. Maar de bedoeling is wel in 2013 dat ik echt nog even een kopstoot uit ga delen. Ja. En muzikale kopstoot. Blooming ligt dicht bij jezelf. Ja. Waar vinden we dat in terug? Of hoe zien we dat of hoe horen we dat terug? Ja, Blooming, jeetje. Ja, dat ik denk... Degene die mij kent, de mensen die mij goed kennen, die zeggen dat ook. Ja, we zien eigenlijk aan alles, weet je. Mijn zang is ook echt veel beter dan ooit. Ze zeggen dat ik straal, maar ik denk dat het komt omdat ik ben getrouwd natuurlijk met mijn hubby. Mijn hubby. Ja. En gewoon de dingen die ik heb meegemaakt. En dat ik gewoon een heel ander kijk op het leven heb nu. Ja, waardoor je toch dingen anders gaat zien. Ja, dat is leuk. Dat is alleen maar goed. Mooie dingen. Ja. En ik denk dat de bloei daar vandaan komt. Dan ben je Amsterdamse. Ja. Je woont in Amsterdam. Vroeger wel in Amerika ook op tournee geweest. Met een gospelkoor, heb ik begrepen. Ja. Misschien dan toch in het verkeerde land terechtgekomen? Goeie vraag. ik denk... Kijk, Nederland is natuurlijk ontzettend klein. En de muziekindustrie is best wel groot. We willen allemaal toch een scoren en we willen platen verkopen en zo. En ja, soms voor de een wat meer plekken dan voor de ander. Maar ik denk, als je daarop doelt, weet je, qua soulstem en mijn gospelverleden. Ja, ik moet zeggen dat ik hier toch wel een hele hoop heb kunnen doen ermee. En ik denk juist, in Amerika is het zo oneindig... Oneindig. Je hebt daar echt. Je hebt daar gewoon een hele. Hoe zeg je dat? Een hele industrie op zich is dat. Gospelmuziek. Daar kun je van leven. Je kan awards winnen. Je kan toeren met je gospelgroep. Dat kan hier niet. Dus wat dat dan gaat. Ja. Als je het echt hebt over gospelmuziek. Misschien. Maar aan de andere kant denk ik. Ja. Ik vind het toch ook wel leuk dat ik zeg maar dan weer uniek ben in dit kikkerlandje. Ja, dus ja. Dat maakt het ook wel weer specialer. Ja, want wat dat betreft heb je wel een hele Amerikaanse uitstraling. Hè? Je zou er prima tussen passen tussen alle grootheden. Nou, dank je. Ja, zo, okay. Maar volgens mij ben ik niet de enige die dat op deze manier omschrijft. Ik heb dat ook wel eens vaker op radio en tv voorbij horen komen. Ja. Ik hoop inderdaad dat 2013 een nog hoger hoogtepunt krijgt dan het afgelopen jaar. Zien we Blooming nog in Purmerend? Weet je dat zo eigenlijk? Oh jee. De Purmerijn, hè? Nee, maar daar zijn we wel geweest. Zijn we niet geweest, maar dat was met mijn vorige tour. Dus onze Purmerenders die moeten mailen. Die moeten naar de site toe. Zou ik doen. En die moeten vragen of Birgit Lewis naar de Purmerijn komt. Want dan kom ik zeker. Dankjewel voor het knallend begin van 2013. Graag gedaan. Veel succes. Jij ook, bedankt.